Dit is de man die Beerschot nieuw leven moet inblazen. Barry Hughes, Engelsman overgekomen uit Nederland, voetbalvakman en entertainer tussendoor. Maar zijn nieuwe ploeg moet meteen het initiatief laten aan het thuisspelende Loker. Op de zesde minuut deze inworp van op links. Johnny Aitken kopt door, Patrick Versavel staat alleen en scoort makkelijk 1-0. De Nigeriaan Johnny Aitken, pas 18 en overgekomen van AA Gent, legt de bal klaar voor de oudste van de Versavels en die open te scoren. Beerschot kan weinig terugdoen en blijft onder druk. Na 20 minuten wordt Versavel weggestuurd op rechts. Die plaatst Vodou waar de zenuwen bij Beerschot strak gespannen staan. Vooral bij Mark Talbot die met een own goal voor 2-0 zorgt. Ludo Geens stuurt Versavel weg op rechts. De voorzet en de precieze afwerking van Mark Talbot voor 2-0. Een enthousiast Loker blijft domineren. Hier is het de beurt aan nieuwe aanwinst Ludo Geens, overgekomen van Waterschijn. Kermans redt met de vuisten. Tijd en ruimte nu voor de eerste poging van Beerschot. Aitken legt slecht terug in de voeten van Tom Blanker, de nieuwe Nederlandse Beerschotspits. Die werkt zich los en strandt op Danny Dont. Maar Loker is veel dichter bij de 3-0 dan Beerschot bij de 2-1. Mezeros dribbelt zich mooi voorbij Jos Daarde, maar Aitken kraakt bij de afwerking. En Loker blijft komen. Aitken, pas 18 dus, snel en zeer sterk vindt Mezeros, maar die kop net naast. Geen 3-0. Om de eerste helft af te ronden, een actie van oudspoetser Didier Mbuyu. Die paast op rechts naar Versavel, loopt zelf door, maar stuit dan op Kermans. 2-0 blijft het na een pittige eerste helft, vooral dan van Loker. Na de rust probeert Beerschot het tij te keren, maar laat dan wel ruimte aan de tegenstander tussendoor. Mezeros door het centrum, maar weer is Kermans ter plekke. Op de bank bij Beerschot krijgt Barry Hughes het ondertussen op de zenuwen. Duidelijk nerveus en mistevreden brengt hij Patrick Goots in voor verdediger Mertens. En dat gaat gepaard met de nodige aanwijzingen en discussies, onder andere met de scheidsrechter. Het mag weinig baten, want kijk naar deze uittrap van Peter Kermans. In de voeten van Johnny Aitken. Kermans moet zijn misstap rechtzetten, maar wel ten koste van een penaltyfout. Aitken mag de penalty zelf nemen door het midden en 3-0. Kermans keepte niet slecht, maar kende wellicht al leukere dagen. Om de zwakte van Beerschot te illustreren, de beste aanval en kans voor Paarswit over de hele tweede 45 minuten. Houwaard naar Tom Blanker en dan dit schotje. Loker moet zelf voor het spektakel blijven zorgen en doet dat ook. Verdediger Schoofs gaat solo, voorbij Talbot en ook voorbij Kermans en 4-0. Een mooi doelpunt op een zonnige voetbalmiddag en een uitstekende competitiestart voor Loker op het eigen dak nam. Barry Hughes had zich zijn Belgisch debuut wellicht anders voorgesteld.